bestuur je alle mensen samen. Dus je, ja, alsof je gewoon een hele wereld bestuurt. En er zijn er verder nog een hoop andere. Hè? Er zijn ook kinderen, bomen, kokosnoten, vissen, meren. Deze blokjes kan je eigenlijk voor alles gebruiken. Of dat nou een ziekenhuis, of een verzorgingstehuis, of een fabriek. Of je mag hier alles voor bedenken als je met je team daar maar achter staat. Hetzelfde geldt voor al deze andere blokjes. Dat is gewoon power. Dat mogen jullie zelf invullen. Oké, tot zover de uitleg. Ik denk dat we dan de personen die aan de slag gaan met het spel naar voren mogen vragen. Die mogen hier teams gaan vormen. En dan kunnen we van start. Jullie hebben twee tafels. Wat zeg ik? Ja, ik zou zeggen, gaan zitten bij iemand waarvan je denkt, daar kan ik een goede discussie mee hebben. Misschien hebben wij ook wel meer.